We zien hier in een cirkelvorm stenen. Die zijn vorige week in Rotterdam onthuld. 104.000. Die symboliseren de 104.000 Nederlandse Holocaust-slachtoffers. Komende maandag is het precies 75 jaar geleden dat de geallieerden vernietigingskamp Auschwitz bevrijden. Een dag die sinds een aantal jaren bekend staat als de Internationale Holocaust-herdenkingsdag. Om met deze dag stil te staan heeft de Nederlandse kunstenaar Daan Rozengaarde het monument Levenslicht gecreëerd, dat vanaf deze week te bezoeken is in de synagoge in Groningen. De stenen in het monument symboliseren de duizenden Groningse, Joodse en Sinti- en Roma-slachtoffers die de oorlog niet overleefd hebben. Groningen had een grote, bloeiende Joodse gemeenschap. En daar zijn dus ook zeer zware verliezen geleden. En van die ruim 2800 Joden voor de oorlog, als we dan de literatuur erop naslaan, dan lezen we ook dat er na de oorlog amper 200 die hier dan nog waren. En daarmee kunnen we dus ook vaststellen van dat je als Jood in de oorlogsjaren was Groningen niet bepaald een van de veiligste plekken waar je kon zijn. Het monument Levenslicht komt het beste tot uiting als het helemaal donker is. Als je heel goed kijkt, dan zie je dat het licht wat erop schijnt, dat daardoor de stenen als het ware gaan ademen. En dat komt vooral tot uitdrukking wanneer het donker wordt. En daarom hebben we ook besloten dat de synagoge de komende dagen, op vanavond al, woensdagavond, donderdagavond ook en volgende week opnieuw op woensdag en donderdagavond, is de synagoge vrij toegankelijk. Kunnen mensen hier komen om het levenslicht te zien, om te gedenken. En is er ook een programma opgesteld tijdens deze avonden. Bij het monument worden op een scherm ook de namen en foto's getoond van die mensen die omkwamen. Hun namen zijn daarnaast terug te lezen in een boek dat in een van de nisjes in de synagoge ligt opgesteld. We zitten hier in een synagoge. En wij zeggen ook als stichting, want dit is wat dat betreft geen herinneringscentrum. In feite is dit juist een huis van leven waar we ook vertellen over het Joodse leven. En dan ben je nu wel heel intensief bezig met een van de zwartste bladzijden van de menselijke geschiedenis. En ja, dat is wel ingrijpend, zo'n periode. Daarnaast is er iedere avond een schrijver of dichter aanwezig die een lezing geeft. Vanavond is Tanko Ufkes degene die het spits afbijt. De synagoge is vanavond vanaf 7:30 geopend.